Ik ben Ron, 23 jaar en sergeant in het Amerikaanse leger. Ik kom uit Wisconsin, vlak boven Chicago, maar mijn ouders zijn vroeger geëmigreerd uit Noorwegen. Daarom wil ik helpen bij de bevrijding van Europa. De laatste 8 maanden heeft ons bataljon hier in Engeland getraind voor een grote militaire operatie. Want het is de bedoeling dat we in Europa een einde gaan maken aan de Duitse bezetting. Daarvoor zijn er heel veel geallieerde militairen hier aan de Engelse kust bij elkaar gebracht voor de aanval. Onze rol is om de strandversperringen die de Duitsers geplaatst hebben op te blazen zodat onze troepen kunnen doorstoten. Vandaag gaan de eerste troepen vertrekken. Daar horen wij bij. Dat daar rechts is ons schip. Het is eigenlijk best bizar. We varen recht naar de vijand. Ik weet niet wat ik ervan denken moet, maar spannend vind ik het wel. En al helemaal omdat het de laatste dagen wel herfst kijkt. En dan is het echt begin juni. Maar hoor je dat water? Echt niet lekker rustig. Dus dat wordt geen comfortabele tripje naar die oude schuit. Ja hoor, yes, daar is hij aan de maan. Onze luitenant. Ik ben benieuwd wat hij nog te zeggen heeft. Folks, it's been a long time of training and preparation, but the time has come. Operation Overlord is a go, and you will be part of a top secret mission that will be in the first wave of the assault. Our mission is to destroy these German beach obstacles and clear a 50-yard gap so that tanks and infantry can move forward. We will be gap team number 9, and we'll be among many other gap teams doing the job. But I know you'll get it done because you are combat engineers, and we always try. So, now you know the stuff. Get your gear. We're gonna board any minute now. Follow me. Let's go now. Come on. Great to think, what would be a good name? The
fighting the work are funding. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Okay, listen up. This is it. Remember, our job is important. We have to make sure we destroy these obstacles and clear that 50-yard gap. The infantry has got to get to the beach exit. Let's make sure we don't blow up our own guys in the process, okay? Remember your training and hang on tight. Send it now.